Ziet hij de ultralight compressiekous. Vind ik zelf eigenlijk de mooiste kleur. Dus gewoon redelijk neutraal zwart. Maar wel met een mooie accentkleur. En ik hoop dat hij, ja, op de video komt hij op zich goed uit. Het is echt een best wel felle kleur. Je ziet hier het SEP logo. Dat staat dus groot aan de zijkant. En ik heb eerder gelopen met de rode ultralight compressiekous. Maar die zijn wel heel erg opvallend. Die zijn compleet helemaal rood. En deze zijn dus gewoon zwart. Met wel opvallend het grote mooie logo aan de zijkant. Waarom kies je nou voor de ultralight ten opzichte van de normale Run 2.0? Maar deze ultralights die zijn lichter. 30% lichter. Nog een betere pasvorm. Iets ander materiaal. Polypropyleen. En dat zorgt ervoor dat dit de optimale vocht- en warmteregulering heeft. Want dit neemt echt geen vocht op. Dus daarnaast heeft hij gewoon een bijzonder goede anatomische pasvorm. En hij is wat dunner op het voetbed. En dat vind ik zelf eigenlijk heel prettig. Ik heb gisteren hier de marathon mee gelopen. Althans met een vergelijkbaar model. Want die andere zit in de was nu. En deze ultralight heeft ook iets vlakkere naadafwerking. Bij je tenen bijvoorbeeld. Waardoor die echt nog minder irriterend is. Dus de ultralight is eigenlijk de hoogste kwaliteit. Nog iets betere compressie. En net wat betere afwerking dan een 2.0. En hij is te kiezen voor heren en dames in.